Vrijdag was op de velden van voetbalvereniging Phoenix de voetbalcursus Voetbal en Gezondheid, een project van Stichting FC Twente Scoren in de Wijk. Aan de cursus namen leerlingen van de bovenbouw van de school De Huifkar deel. Het belangrijkste doel is dat deze kinderen kennis maken met sport. En wij hopen dat deze kinderen dus daardoor ook lid gaan worden van een sportvereniging. Phoenix heeft een G-afdeling. En deze kinderen zouden dus wekelijks kunnen komen trainen en ook mee kunnen gaan doen aan wedstrijden. Dat vinden wij eigenlijk het belangrijkste van alles. Op De Huifkar zitten leerlingen uit het speciaal basisonderwijs. De cursus werd gegeven door Harry Dost en door Amber van der Heijden, speelster van FC Twente Vrouwen. Ik verwacht dat deze jongens en meisjes, die zijn heel erg enthousiast om een trainingscursus te krijgen van Scoren in de Wijk. En dat betekent 8 trainingen waarbij ze kennis maken met voetbal. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Nou, voetbal is eigenlijk een middel. En een middel om goed samen te werken met elkaar. Verlies te kunnen dragen, respect te hebben voor elkaar. En als die eigenschappen ook ontwikkeld worden, dan is dat heel erg mooi. Ja, ik hoop dat het een hele leuke cursus gaat worden. En vooral veel voetballend. En ook dat meer kinderen bewust zijn van het sporten. In het algemeen ook.